Mohamed Karazi, captain van ZZ Leiden. Wat een wedstrijd. En wat een verschil tussen de eerste en de tweede helft. Ja, zeker. Het is de play-offs wedstrijd, laat me zo zeggen. Heel intensief. Twee ploegen die eigenlijk door willen gaan met de play-offs. En ja, wij hebben het gewoon onszelf moeilijk gemaakt natuurlijk. We hebben het laten liggen in Leeuwarden en vandaag hebben we de trekker doorgehaald, ja. Het eerste en het tweede kwart was heel anders dan het derde en het vierde kwart. Wat is er gebeurd in de rust? Wat heeft de coach tegen jullie gezegd? Ja, we zijn kleedkamer ingegaan en we hebben elkaar aangekeken. En we hebben uiteindelijk toch wel tegen elkaar gezegd van oké, tot hier en niet verder. En dat is natuurlijk het team wat Leiden al jaren is. Hè. We verdedigen gewoon heel hard. En je ziet ook het verschil van het derde kwart. Ze scoren volgens mij 1 punt, derde kwart. Ja, dat is onze kracht eigenlijk, verdedigen. Want in de eerste twee kwarten domineerde Aris Leeuwarden. Ja, zeker. Ze schoten gewoon beter. Wij hadden geen antwoord op hun aanvallen. We gaan de kleedkamer in en dan spreekt de coach zijn spraakje. We komen als kanonnen uit de kleedkamer. Zijn er harde woorden gevallen? Ja, je kan het zo zeggen. We hebben harde woorden tegen elkaar gezegd. Maar ja, dat is het team. Het team komt bij elkaar en dan gebeurt dit. Dat is een mooi resultaat. En nu kunnen jullie elkaar allemaal weer tevreden aankijken. Want door naar de halve finale van de play-offs, tegenstander Zwolle. Ja, precies. Nou, tevreden moet je niet zijn. Want onze doelen zijn nog steeds hoog en we moeten natuurlijk... Dinsdag al staan.